Ik ben Mirjam Kuijken, dochter van Harry en Els Martens, die in 1968 Camping De Paal opgestart zijn. Op de camping hebben wij 36 verhuuraccommodaties en wij zijn in 2009 begonnen met 5 paaltenten die we het jaar erop uitgebreid hebben tot 15 paaltenten. Dat is half tent, half blokhut. Hierachter zie je de paalcottages. Dat zijn 5 blokhutten in de afmetingen 5x5. En in 2011 hebben we onze nieuwste verhuuraccommodatie ontwikkeld en dat zijn de paalcasas. En met de paalcasas hebben we in 2013 januari tijdens het AWB-gala een hele mooie prijs mogen ontvangen. Beste camping van het jaar in de categorie verhuur. Van oudsher hebben wij ons op het idee gezet, wij moeten iets nieuws brengen in recreatieland. Heel Brabant, heel Nederland, durf ik aan te stellen, was vergeven van staakcaravans. En daar hadden wij eerlijk gezegd geen boodschap aan. Wij wilden het product recreatie, het kamperen, wilden wij zeg maar een nieuwe impuls geven door ons vooral te richten op de korte verblijfsrecreatie. Bijvoorbeeld innovatief in de verhuur is dat wij eigenlijk al 3 soorten verhuur zelf ontwikkeld hebben. Niet erg standaard aangeschaft hebben, de locatie voor die desbetreffende verhuur. En nogmaals, ze staan op dit moment alleen op Camping De Paal. En inmiddels is onze innovatie, die zijn al gekopieerd. Dus dan denk ik dat we toch best innovatief geweest zijn. De kracht van Brabant ligt in vooral bij de Brabantse gastvrijheid. De mooie natuur, mooie omgeving. En ontzettend veel mooie faciliteiten die Brabant te bieden heeft in de recreatie. Camping De Paal wil in zijn presentatie de verwachtingen die gasten hebben omtrent ons kampeerproduct, om die verwachtingen op allerlei onderdelen, facetten te overtreffen. Dat hij het ervaart dan zo heb ik het thuis nooit gehad.